Tjo, ik ben Peter, ik ben 43 jaar oud. Ik sta hier voor de camera te babbelen tegen de camera en die geeft geen antwoord. Maar die neemt wel die filmpjes op. Waarom? Ik weet het niet. Misschien om mijn cv te maken, een cv-filmpje voor de VDAB. Nu, dat is ook leuk om eens een keer te doen. Ja, ik ga me dan toch bezig met filmen. Dus iedereen verklaart me waarschijnlijk zot. Maar dat is niet erg. Ik wil me dan toch voorstellen als technieker die veel omgaat met mensen. Bijvoorbeeld helpen, noem maar op, ondersteunen, leiding geven, ja, van alles. Ik ben dan ook animator, ik ben een clown. Ik hou van humor en ik zal het mijn werk doen met humor en met de nodige serieuze handelingen. Dus ik ben een serieuze humorist. Dat is niet om te lachen. Veiligheid ervoor. Zo gaat het ook veel makkelijker. Ja, ik ben dus technieker. Zo, ik ga een laswerkje maken om het u even te bewijzen dat ik wel werkelijk kan lassen. Wat heb je veiligheidsvoorschriften nemen, hè? Las al aan mijn handschoenen. Zo, dus dat is dan een perfect laswerkje. Ik ga het boren. Ik heb er al een paar geboord. Fiets, simpel lijken. Ik zal alle veiligheidsvoorschriften nemen. Handen, dit moet ik niet. Een stuk voor altijd. Perfect gat in. Ik heb er al 3 gemaakt vandaag, dus ik maak wel wat vorderingen. Dank.
elektriciteit, om even te bewijzen dat ik daar ook mee bezig ben. Ik heb hier een schakeling gemaakt waar dan eigenlijk een motor op een printplaat zou moeten mee in gang draaien. Het voort, ja, dus met een volledige sturing erbij. Dus ik ga nog even voor het afwerken, want ik had hier nog een soldeersel dat ik moest doen. Zo, hè. Zo. Ja. Dus, ja, dat is dus een schakeling. Hè. Ja, een beetje een gecompliceerde schakeling. Voilà. Zo. Zo. En dan gaan we zien hoe dat... Het motortje. Dus, ja, jullie zien, het motortje heeft een halve seconde gedraaid. Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Dan gaan we de soldeerbout afzetten. Dus, ja, zoals ik zeg, ik ben Peter. Kun je met mij iets doen? Laat me weten. Dank u.